En OW-minister Riyad Noor Mohammed is een traject begonnen om mensen die vanwege politieke overwegingen thuis waren gezet, aan te horen en eventueel weer in te zetten. De afgelopen 10 jaren zijn zeker 70 personen thuisgezet vanwege politieke rancune. Naast het fenomeen van politieke rancune speelt zich nog veel meer af op het ministerie, zegt de bewindsman. Iedereen zal worden aangehoord, waarna besloten zal worden of die personen weer worden ingezet, geeft de minister aan. Morgen begin ik alvast met de eerste groep mensen die gerehabiliteerd worden. Dat hoort er ook allemaal bij. Je weet ook de vele ambtenaren, mensen die in dienst zijn genomen met, tussen aanhalingstekens, illegale missives. Ook die krijgen vanaf morgen een nette brief van de minister van Openbare Werken dat ze even moeten wachten tot een besluit van de regering. Dus we zijn op alle fronten inderdaad bezig. Om transparantie te brengen. Laat me zeggen, de lijsten zijn er al. Heel transparant. Waar is wat? Dat weten we al. En nu moeten we naar de volgende stap. En eigenlijk is dat meer een juridische stap. We weten, bij een regeringswisseling worden meestal mensen die van een andere politieke partij of door de vorige regering daar waren gezet, die worden gevraagd om thuis te gaan vanwege gewijzigde beleidsinzichten. Zijn er ook zulke gevallen geweest op OEI? Ja, we hebben ongeveer 70 gevallen. De eerste groep 20 hebben we al afgehandeld. En net wat ik zeg, morgen begin ik ceremonieel deze groep alvast te installeren, dat ze weer mogen beginnen. We hebben de dossiers gescreend. Gesproken met iedereen of er geen problemen zijn, alles is in orde. En dan hebben we nog een topgroep van 50 man, dat zijn zeg maar toppers. Die doe ik in de eerste week september, maar ook dat gaat u via de media zien hoe wij dat hebben aangepakt en hoe we de mensen weer de gelegenheid geven om na zoveel jaren, soms zijn het 2 jaren, andere 5 jaren, andere 10 jaar hoor, dat ze thuis zijn gezet. Maar wat rechtvaardig is, gaat dit ministerie corrigeren en morgen geven we de eerste start zijn wat dat betreft. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. We spraken hem vanmorgen voor de aanvang van de Raad van Ministers. Op het ministerie van Openbare Werken zijn de afgelopen jaren ruim 70 personen thuisgezet vanwege politieke rancune.